Een hele goede morgen, guys. Het is vandaag woensdag. Ik ben even onderweg naar het winkelcentrum, want ik wil even de laatste dingetjes halen van mijn vluchtkoffer. Ik mis nog een paar kleine dingen en ik wil mezelf nog heel graag verwennen met een nieuwe badjas. Voor de mensen die me lang volgen, jullie weten hoe gek ik ben op badjassen. Ik draag het eigenlijk elke dag in de winter. En ik wil mezelf even verwennen met een nieuwe badjas. Voor deze periode ook voornaam een bevalling. Een nieuwe pyjama. Dus ik wil even denk ik langs de Hunkemuller. Ik ben vandaag trouwens 37 weken zwanger. Heel spannend, want het komt nu echt heel dichtbij. Ik voel me best wel goed. Alleen ben ik echt gewoon heel erg hormonaal. Ik merk aan mezelf dat ik echt over alles kan mopperen. Zeiken. Echt gewoon. Ik vind mezelf op dit moment gewoon geen leuk gezelschap. Dus het is misschien ook goed om even niet met zoveel mensen om te gaan op dit moment. Gewoon lekker op mezelf. En ik merk ook dat ik het heel erg fijn vind om even lekker op mezelf te zijn. Ik heb heel erg een nesteldrang. Ik ben lekker aan het schoonmaken, opruimen en me klaarmaken voor alles. Oh, trouwens guys, ik heb dus van de week een afspraak gehad bij de verloskundige. En toen moest ik mezelf wegen. En echt raar, maar ik ben dus gewoon afgevallen de laatste week of 2 weken denk ik. Ik ben 2 kilo afgevallen. Ik had het echt helemaal niet verwacht. Want ik ben echt dus best wel opgezwollen. Maar dat is volgens mij gewoon echt vocht bij mij. Maar de verloskundige zei dat het heel normaal is om nu af te vallen in deze periode. Omdat je gewoon zo'n heel dikke buik hebt. En dat je dan heel snel vol zit. Ik ben eigenlijk best wel happy met het aantal kilo's dat ik ben aangekomen tijdens deze zwangerschap. Ik had echt verwacht dat ik veel meer zou aankomen. Maar dat gaat gelukkig goed. Ik weet niet of ik heel erg gezond eet. Ik hou echt van snoepen en ik kan niet meer van chocola afblijven de laatste weken. Ik heb ook echt puistjes en zo. Ik weet niet of je het op beeld kunnen zien. Ik heb hier echt een dikke puist. Als het ergens is, vind ik het prima. Ik ga even lekker drinken en eten halen bij de tank. Ik heb echt zoveel trek. Oh, heerlijk. Ik heb kroketjes gehaald, jongens. Dit is gewoon mijn ontbijt en lunch. Guys, de laatste tijd haat ik parkeren echt zo erg. Ik haat parkeren echt heel erg. Normaal gesproken parkeer ik gewoon hieronder. Maar ik ben gewoon even naar boven gereden, zodat ik iets meer ruimte heb om te parkeren. En nu is het gewoon gelukt. Maar ik haat het zo erg. Ik ben echt heel blij in de winkel ben gekomen om badjas uit te proberen. Want ik vind bepaalde stoffen dus echt heel vies. Ik vind dit bijvoorbeeld helemaal geen fijne stof. Maar ik vind het wel heel mooi eruit. Ik zou het online gewoon bestellen. Maar goed, heb ik niet gedaan gelukkig. Ik vind deze pyjama's dus heel cute. Dus ik ga eentje M en L even uitproberen. En dan heb ik denk ik gewoon mijn pyjama. Ik vind deze wel gewoon lekker cute. Past die nou? Ik alles eruit. Nee, doe maar niet. Doe maar een andere eentje. Guys, als je zwanger bent, kom altijd naar de winkel om te passen. Want echt, deze maten verschillen zo erg bij H&M. Normaal gesproken heb ik altijd een M. En dit is nu een L. Dus ik ben echt blij dat ik ben gekomen. Want ik moet echt zeker een L. Dit is trouwens echt de fijnste stof ever. I love it. Kijk. Kijk, en dit bedoel ik dus. Het is een M. En kijk hoeveel stretch er nog in zit. Hij zit niet eens mooi strak, zeg maar. Dus het is echt zo verschillend. Ik vind hem alleen niet heel mooi zitten. Omdat hij dus niet zo mooi strak zit om mijn lijf heen. Dus dan lijk ik eigenlijk alleen maar vierkanter. En dat vind ik zo zonde. Nee, dat wordt hem niet. Ik vind de kleur heel mooi. Maar ik vind hem niet zo mooi. Truitjes zo vind ik niet zo mooi. Dus ik ben echt heel erg happy, want ik ben gewoon geslaagd. Ik heb gewoon een pyjama gevonden. Ik ben net thuis en zoals jullie zien is onze box binnen. Ik ben hier echt zo blij mee. Ik wil heel graag een ronde box. Ik vind het gewoon heel erg mooi staan. En ook specifiek met wieltjes. En ik heb deze gekregen van mijn schoonouders. Echt super lief. Maar nu moet de kerstboom zo snel mogelijk weg. Het is alweer januari, dus ik ben er helemaal klaar mee. Want de box gaat daar dus komen. I love it. Kijk, nu jullie dus een witte box zien in onze woonkamer, zien jullie dus dat de muren eigenlijk bij ons helemaal niet wit zijn. Want ze zijn gebroken wit. Deze kleur op de muren is echt perfect. I love it. Zo echt bizar. Het is nu zeg maar 3 uur en het is al mega donker buiten. Dat ik gewoon echt donker licht heb als ik nu aan het filmen ben. Maar ik had jullie dus laatst verteld dat ik echt niet meer tegen parfum kan. Dus helemaal niet tegen zware geuren. En ik had jullie nog laten zien dat ik momenteel dus deze gebruik van Elisa. Maar ik ben niet meer van plan om nu nog een grote fles parfum te kopen. Want ik heb nog een maand te gaan en mijn smaak is iets veranderd. Normaal gesproken ben ik echt into oud. En nu wil ik alleen maar lekker lichte, bloemige geuren. En nu heb ik jullie al een keer eerder voorgesteld aan Parfumado. Parfumado heeft dus echt het perfecte concept waarbij je dus elke maand een nieuwe parfum kan ontdekken voor €14,95. Dan sturen ze je eigenlijk zo'n perfecte travel case op. Je krijgt dus zo'n travel case binnen met jouw lievelingsparfum. En je kan echt kiezen uit meer dan 550 merken zoals Versace, Hermes, Elisa. Maar ook echt niche merken die je gewoon lekker nieuw kan ontdekken en waardoor je ook een beetje anders kan ruiken dan de rest. En het fijne hieraan is dat je kan stoppen wanneer je wil, maar ook pauzeren wanneer je wil. En de travel case die ik jullie net liet zien is echt genoeg om 4 keer per dag te sprayen voor 30 dagen lang. Dus je kan deze prima mee op vakantie meenemen, ook al ga je dus een maandje weg. En nu ga ik jullie even laten zien welk parfum ik heb gekozen. Eerst, zoals ik al zei, de Elisa. Ja, hoe ik deze zal beschrijven is bloemig. Ik hou niet van heel zoet, maar ook niet heel fris. Maar het is gewoon een heerlijk bloemig geurtje. Oh, deze geur is echt zo perfect voor nu. Het is ook echt een van de beste geuren ooit. Ik was hier ook een tijdje heel erg verslaafd aan. Het is ook weer zo'n heel lichte, bloemige geur, zou ik het wel omschrijven. Narciso Rodriguez. Er zijn 2 versies van. Je hebt hier dus de parfumversie en de Eau de Toilette. En gek genoeg bleef de Eau de Toilette altijd veel langer bij mij hangen dan de parfum. Ik heb hem zo lang niet geroken. Oh. Dan de laatste. Als ik jullie zou moeten aanraden om een geurtje te bestellen bij Parfumado, die echt heel lang blijft, is het echt eentje van Montal. Dus ik heb gekozen voor deze. Dit is de Roses Musk van Montal. Echt een aanrader. Ik ken deze hele parfum nog niet, maar zoals ik zei, door dit concept kan je gewoon echt nieuwe parfums ontdekken. En ook nog voor een heel goedkope prijs. Plus, ik heb nu ook een kortingscode voor jullie en dat is Ahmadi50. En dan krijg je gewoon de eerste maand 50% korting op een travel case. Dat is dus €7,50 letterlijk voor bijvoorbeeld een Montal parfum. Ik heb in de beschrijving voor jullie een link genoteerd. Daar zien jullie al mijn favorieten terug. En vergeet natuurlijk niet mijn kortingscode Ahmadi50 te gebruiken. Ik heb het natuurlijk nog helemaal niet geschoten in de vlog. Maar dit is onze kleedkamer nu. Ik heb dus een kast besteld van 4 meter lang van IKEA. Een pakskast en zelf helemaal samengesteld. Ik heb laatst deze lamp gekocht die er perfect bij past. Met een beetje een golden touch. I love it. Even mijn parfums laten zien. Want die heb ik dus hier gedaan. Ja, dit is een beetje mijn parfumcollectie op dit moment. Ik ben echt een oud-liefhebber zoals ik al zei. Maar tegenwoordig gebruik ik meer dit soort parfums. Dit vind ik ook lekker. Oh guys, mijn buis wordt met de minuut erger. Oh, het is echt zo groot. Maar ik wil jullie even mijn nieuwe oorbellen laten zien. Ik heb deze gewoon even bij de H&M snel gescoord toen ik mijn pyjama ging halen. Maar ik vind ze echt cute. En guys, het wordt echt steeds moeilijker om te kleden. Ik wil ook gewoon leuk uitzien. Want het is echt zo moeilijk aan het einde van een zwangerschap. Ik heb vandaag helemaal zwart aan. Je ziet het niet echt, maar ik heb een kanten vestje aan. Kijk. Deze is van de Mango. Ik heb een topje eronder aan van de H&M. En ik heb een broek aan. Het is een velvet gestreepte broek. En deze heb ik van Esmee. Die droeg zij tijdens haar zwangerschap, dus die heeft zij mij gegeven. En hij is echt heel erg fijn. Maar Esmee is natuurlijk super lang. Dus ik moest hem echt knippen om te passen. Maar hij is echt super comfy. I love it. Het wordt echt met de dag moeilijk om me om te kleden. En ik vind het toch echt wel leuk om er elke dag wel leuk uit te zien. Want ik voel me al zo oncomfortabel. En ja, ik heb gewoon wel echt lichamelijke klachten. Dus ik vind het wel leuk om er leuk uit te zien, want ik heb het gevoel alsof het dan ook allemaal wat minder wordt. Dit bedoelde ik dus. Ik kom naar beneden. En kijk wie ik zie. Ja, dat is mijn baby nu, hè. Je bent nog mijn baby. Je bent nog mijn baby nu, hè. Mag wel. Mag wel. Ik ga hem straks helemaal schoonmaken. Dina vindt het heerlijk om hierin te liggen. Love it, hè, Dinari. Ik heb dus weer Hello Fresh pakketjes besteld. Omdat ik gewoon niet meer weet wat ik moet eten, guys. Dus voor mij is het heel makkelijk. Gewoon even de koelkast openen. En het pakketje gewoon zo letterlijk eruit te pakken. Hup. En gewoon een maaltijd te maken. Niet nadenken. Ik kies gewoon een week van tevoren even uit wat ik allemaal ga eten. Dus ik ga die gewoon even snel maken. Hey. Hey. Hey, how are you? Ik heb gezien waar die nou zit. Ja, ik wou net tegen jou zeggen. Pittelgara. Hey, wat doe jij hier? Dat is helemaal niet van jou, hè? Dat is helemaal niet van jou. Je moet eruit, je moet eruit, je moet eruit. Mensen zeggen we aluminiumfolie erin moeten doen, dat ze er niet meer in gaan. Aluminiumfolie? Oh yeah. Gelukkig nog gehad? Ja. Dus we zijn nu met Merci aan het eten die ik heb Merci dat jij er bent. Hey, even serieus guys, zonder grap. Deze Merci is echt super lekker. Je moet de groene kopen. Als je houdt van de groene variant Merci, dan moet je echt deze versie kopen. Oh, dat want hier zitten allemaal nootjes in. Allemaal. Niet. Je hebt een puur met amandelen. Je hebt een hazelnoten. Vind je noten lekker? Ja, vind ik lekker. Lekker hè? En weet je wat ook lekker is? Die cheap ass repen van Lidl. You love these nuts? Wie kent deze? De cappuccino repen. Oh my god. Do nuts? Nee. You love these nuts? Ja, yeah, I love these nuts. Sukkel. Kom, we gaan koken. Ik moet die ook laten zeggen. Je laat dit man. Wat wil ik zeggen? Ja. Wil je gehakt? Of kip? Nee, praat zelf. Doe je net praten. Ik kreeg zo'n storing van hoe hij alles sneed. Kijk, ik vind het ook echt niet kunnen. Dat je gewoon tomaat, net gewassen, zo hierop neerlegt. Nog een keer. Kijk, zie je hoe ik mijn ui snij? Hoe? Zie je dat? Kijk. Nu en dan nu. Chef Koknessi. Wat was je nou, sous-chef? Sous-chef. Kijk, en dan perfect. Wauw. Wow. Nice, I love it. We love onion. Kijk hoe hij snijdt, kijk hoe hij snijdt. Nou guys, onze pasta is bijna klaar. Oh yeah. En dan ga ik nu even snel douchen, hè. Het ziet er wel echt lekker uit. Heb je alle spinazie gewerkt? Ja, zie je hoeveel het is geslonken? Zullen we olijven erin doen? Nee, dat mag jij doen. Ik hoef geen olijven in. Lekker heel. Nee. En we hebben knoflook erin gedaan, dus we gaan lekker stinken. Ga je nu lekker douchen? Ja. Dat komt toch wel, wil je voelen? Nessie heeft gesport. Kom maar. Nee, cool. Dat is normaal. Dat is vies hè? En woestig. En de pasta met spinazie is klaar. Ik ben nu aan het wachten op Nessie, dus ik maak even alvast de keuken een beetje schoon. Yeah. Oh yeah, cheese. Moet jij wel cheese eten? Dat is een goede vraag. Wil je nog? Ja, lekker. De zijkantjes hè? Oh yeah. Nou guys, wij zitten inmiddels in de auto. Yeah. Nessie heeft gewoon besloten dat we vandaag naar de BIOS gaan. Wij zijn echt zo lang naar de BIOS geweest. Het zal ook waarschijnlijk echt een van de laatste keren een heel lange tijd zijn. Yeah. Maar we gaan gewoon naar de BIOS. En het is echt voor de eerste keer dat we ook naar de Schouwburgplein gaan. Want wij gaan daar echt nooit heen. Yeah. Ja, er zijn niet echt heel veel leuke films. Nee, dus we hebben eigenlijk de beste... Nee, licht trouwens? Nee hoor. We hebben gewoon de beste van de slechte reeks gekozen. Ja. Ken je dat? Dat is net zoals laatst bij de IKEA toen ik lampen moest uitkiezen. Ik wou dus gewoon geen lampen... Begin ik weer? Ja, lampen. Ik ging die in een lamp terugbrengen die ik dus echt absoluut niet mooi vond. En toen ging ik bij de IKEA kijken voor een andere lamp. Maar ik vond niks mooi daar. Dus toen ging ik een soort van... last minute keuze maken, zo van de mooiste kiezen tussen alles wat ik eigenlijk niet wou. En toen dacht ik, nee, ga ik niet doen, want dan ga ik weer spijt krijgen. Toen ben ik gewoon naar een andere winkel gegaan. Toen was je blij. En toen heb ik gewoon alles gescoord wat ik wou, dus ja. Nou. Hoe gaan wij van ja, weet ik eigenlijk ook naar niet. Opeens jouw lampen weer? Ik snap het echt niet. Nou, maar jongens. Hoe kwamen we op dit gesprek met lampen opeens? Het gaat nergens op, we willen ook naar de bioscoop gaan. Deze begint opeens. Ik ging naar de IKEA, dat allemaal wat? Oh, ik ben echt niet meer oké in mijn hoofd. Sorry guys, het gaat niet helemaal goed hier. Ik wil dus echt terugkijken om te weten waar die afslag naartoe ging opeens. Ja, zeg maar de beste tussen de slechtste kiezen, dat was het. Jezus! Wauw. Nou, doei! Rotterdam Center is echt zo mooi tijdens deze periode. Wanneer je net te laat bent met je McDonald's film. Ja, kijk, die McDonald's is ook gewoon mooi. Kijk. Oh, nice. Hebben jullie ooit zo'n mooie McDonald's gezien? Oh, love it. Zullen je vlog gaan maken? Yeah, oh ja, yeah, fat ass. Nee, ik zeg dat ik wacht al. Ja, je wacht het wel een beetje. Oh, ik ben buiten adem, ik kan niet meer. Jelle, wat ga je kiezen dan? Jij kiezen. Hij met de popcorn. Oh, wat is met popcorn vandaag? Oh ja, yeah, sushi. Popcorn. Wat dit? De crunchy crunch. De zoute popcorn van mij. Zoete popcorn van Nes.